Hallo, leuk dat je er bent. Je bent hier op het Operationeel Control Center Rail. En op deze locatie van ProRail en andere partijen zijn wij dag en nacht voor jou als reiziger in touw om te zorgen dat jouw reis zo spoedig en zo snel mogelijk verloopt. En dat wil ik jou heel graag laten zien. In onze branche zijn de sleutelwoorden snelheid en betrouwbaarheid. Wat wel bijzonder is, is dat het Nederlandse net een van de drugsbereden netwerken is van Europa. Een paar cijfers. Er gaan 1,5 miljoen mensen per dag over het Nederlandse spoor. En ook nog 100.000 ton goederen. Ik neem je mee naar Delilah de Lima, een van onze regisseurs. Delilah, kun jij ons vertellen wat jouw werkzaamheden zijn op het Operationeel Control Center Rail? Jazeker Gerrit, dat kan ik. Ik ben regisseur incidentenregie en infrabeschikbaarheid. Ik doe oplossen van storingen en calamiteiten aan het spoor. Zoals vandaag hadden we dan een akkefietje op het spoor. We hadden een aanrijding met een overwegboom waarin wij dan alle partijen aansturen. Wat gebeurt er dan? De trein gaat langzaam rijden. Het wegverkeer heeft er last van. Die moeten dan omheen rijden. Wat wij doen is dan de politie en eventueel de verkeersregelaars regelen om het verkeer om te zetten. En uiteraard wat we doen is de aannemers aansturen om de storing op te lossen. Zodra ze de overwegboom hebben gefixt, dan kan het treinverkeer weer opgestart worden met volle snelheid en dan kan het wegverkeer er weer overheen gaan. Rob van Merienboer kan heel veel vertellen over een ander aspect van het OCCR en dat is het weer. Om voorspelbaar te blijven naar de reiziger toe, of we wel of niet kunnen zeggen dat de trein rijdt, acteren wij heel erg op het weer, zodat we weten wat de weersinvloeden doen. Een voorbeeld is de zomerperiode, warm weer. Daar hebben wij dus, er gebeurt iets in die spoorbaan, vaak bij hogere temperaturen. En dan vragen we dan aan de aannemer om van tevoren te inspecteren. En dan gaan ze kijken en dan kunnen ze zeggen, oh, daar gaat een probleem ontstaan, zodat we voorspelbaar kunnen blijven naar de reiziger toe. Of we treinen kunnen rijden of niet. Ook de goederenvervoerder DB Schenker is aanwezig op het OCCR. Bert Dasselaar is iemand die daar alles over kan vertellen. Juist op dit moment hebben we een stremming tussen Breda en Tilburg. Met overleg met de werkvloer hier op het OCCR kijken we hoe lang die stremming duurt. Of het nodig is om om te leiden. In dit geval is het verstandiger om om te leiden, want ze weten niet hoe lang de stremming gaat duren daar bij Breda en Tilburg. En daardoor de klant Volvo, onderdelen voor in elkaar zitten we in Gent Zeehaven. Hebben nu maar ongeveer een maximale vertraging van 30 minuten voor de trein. In plaats van minimaal 4 uur. Dankzij de samenwerking op de OCCR. Nou, je hebt nu kunnen zien dat geen enkele dag, nou wat zeg ik, geen enkele minuut op het spoor hetzelfde is. Nou, ik weet zeker dat als jij de volgende keer met de trein gaat, dat je op een totaal andere manier naar het spoor kijkt als voorheen.